Ik sta in Holte, want hier woont en werkt de man met de beroemdste vuurwerkshow van heel Nederland. Dat was vet. Stefan, kom er eens bij. Jij hebt dit allemaal gemaakt, hè? Ik geloof het wel, ja. Dat liep ook wel aardig, geloof ik. Ja, hij ging tevreden, hij ging supermooi. En een bijkomend voordeel was het een aantal keer bekeken op internet. En nou, we willen iedereen weten, hoe de fuck komt één gozer aan zo belachelijk veel vuurwerk? Ja, dat is het voordeel hebben van dat je een eigen vuurwerkwinkel hebt. Ik wil eens even zien hoe dat er voor en achteruit ziet. Kom even mee, gaan we lekker samen even in de bunker. We gaan samen in de rukbunker, jongens, kom. We staan hier in jouw vuurwerkbunker. Voor sommige mensen ook echt een rukbunker, want die gaan helemaal los op dit spul. Je hebt alleen maar consumentenvuurwerk gebruikt, toch? Klopt. Eigenlijk niks anders. Het is gewoon normaal het legale Nederlandse consumentenvuurwerk. En hoeveel stuks vuurwerk heb je gebruikt voor deze show? Als je goed gaat tellen en je kijkt dan naar de cakeboxen, zoals of de potten eigenlijk, dan zijn deze losse items zijn het er maar 40. En als er nou iemand is die zegt, nou, zo'n show, dat wil ik volgend jaar ook. Hoeveel geld is die dan kwijt? Als je hem op muziek wil, dan ga je per minuut een beetje rekenen. En dan ben je ongeveer, inclusief programmeringskosten erbij, zit je op de €750 ex-BTW per minuut. Per minuut? En dat duurde 12 minuten. Oké, okay. Ja, nee, dat geld heb ik niet voor vuurwerk. Maar, want dat is wel even, ook voor de duidelijkheid, je hebt niks illegaals gedaan, hè, met die vuurwerkshow. Nee, het is allemaal zelf ook van, goh, ik hou er zelf ook van om alles volgens het boekje te doen. De buurtbewoners hebben dus alle 25 kilo vuurwerk in huis gehad. En dat is op oudejaarsavond bij elkaar gezet. En ik heb alleen een computer aangehangen en het voor de hele buurt afgestoken. Topcomment is van Geo Driehoek. Mijn buurman dat die elk jaar zijn maandsalaris uitgeeft aan vuurwerk is de reden dat ik dit nog nooit heb hoeven doen. Dankjewel, buurman. Is dat een beetje de standaardreactie die je krijgt? Ja, kort samengevat komt het daar wel op neer eigenlijk. Van, goh, buurman, bedankt voor de vuurwerkshow. Ik geef hem nog even live een pluskudo dan. Nou Stefan, we zijn nu op de plek waar alle magie verzonnen wordt. Hoe ga jij precies te werk hier? Ja, het is eigenlijk een software systeem wat eigenlijk de gehele vuurwerkshow aan kan sturen. Je speelt het nummer af en dan zie je hier de audiolijn loopt hier. En op de maat van de muziek druk je dan eigenlijk op de muisknop. En dan wordt er een cue toegevoegd, zoals het heet. Een lijnnummer die het vuurwerk aansteekt. En elk geel streepje wat je ziet, is een aansturing naar het vuurwerk toe. Dus wat we gezien hebben op het filmpje, dat zat eerst in jouw hoofd. Dat heb je vertaald naar een computerprogramma. Ja. En het kwam het eruit zoals het in je hoofd had zitten? De show wat op Dumpert, dat is in ieder geval, die ging foutloos. Dat is ook een unicum, want je kunt het niet repeteren. Het blijft vuurwerk. Nou, dan staat hij hierop. Dan kan ik hem exporteren naar dit USB-stickje. Mm-hmm. Die lees ik in mijn audiobox en in mijn zender. Dat is deze. Nou, dan kan ik dus nu zeggen van start show. Dan ga ik naar Autofire. Start show. En dan begint de muziek. En dan kun je hier dus al zien. Box nummer 4, dat is deze. Kanaal 18 is al weg. Duurt even. Hier waren fonteintjes bezig tijdens de show. Een beetje opvulling. Over 13 seconden gaan we naar de volgende. Over 13 seconden, zo kun je continu zien wanneer het volgende kanaal komt. Dan zul je dus hier zo meteen nummer 2 gaan branden. 4, 3, 2, 1 en flikker. Dat was het vuurwerk. Dat is het vuurwerk. Nou, zo loopt hij de hele show door. En hoe verder in de show gaat hij naar de verdere boxen toe. Ja, nou, als je nou alles eens bij elkaar optelt, hoeveel geld heb jij besteed aan deze show? Ja, ik laat het altijd een beetje in het midden. Ik heb liever van je leeft maar één keer. En als je zoiets kunt doen, moet je het ook gewoon doen. En als het kan, dan kan het. Welkom bij de epische Dumpert Anthem vuurwerkshow. Zo, ik ga de muziek aanzetten. Komt-ie. Ja, ga maar, ja, maak er iets moois van. Ha ha!
Hey.